Goeieavond, mensen uit Horens aan de Maas. Allemaal een zalig nieuwjaar. Ja, wat er nog van over is. Wie mensen dat? Ja, het jaar is helaas half voorbij. Er staat weer hier nagens. Ach, Mark, het is toch nog lang niet voorbij. Nou, vooruit, verschillende dagen, want het is schrikkeljaar. Ja, dat klopt. Maar als begin, Mark, ik weet nog, jaren geleden dat we begonnen met Goedemorgen, mensen uit Horens aan de Maas. Ja, ja. En even later wordt Goedemiddag, mensen uit Horens aan de Maas. En nou zitten we al op Goedenavond, mensen uit Horens aan de Maas. Nou vermoed ik dat dat volgend jaar gaat weren. Weltrusten, mensen uit Horens aan de Maas. En toch kwam het me goed uit. Heb ik nog gauw even wat sperjes kunnen steken? Ja. Maar wat een jaar, hè, 2015. Het wordt geen jaar om gruts op te zien. Nee, al die aanslagen, al die vluchtelingen, al die aangeslagen vluchtelingen. 2015, een jaar om goud te vergeten. Ja, maar Mark, dat geit niet, want elke vluchteling in Europa, in Nederland, hey, in Horst, dat zal zich elke dag herinneren aan 2015. Ja, dat is ook wel waar. We kunnen er niet om hen. En als je er niet om hen kunt, dan loopt het er tegenaan. Ja, dus laten we er maar samen het beste van maken. Onder leiding van Kees van Rooij. Hij heeft verlenging aangevraagd. Ja, dat heb ik gelezen. Maar ik heb het verkeerd gelezen in de krant. Want ik heb de krant maar dubbel en toen loos ik Kees van Rooij langer. En toen? Nou, toen heb ik de krant opengevouwen. Ja? En toen zorg ik dat er stond Kees van Rooij langer in Horens aan de Maas. Tjoh. Nee, de Obama, dat blieft niet. Dit schijt goed. Dit denkt nog 2 termijnen. Klaar is Kees. Maar onze Kees, dit blieft nog. 6 jaar baas van Horens aan de Maas. Nee, Mark, dat klopt niet. De Hegelsum is de baas van Horens aan de Maas. En dat maken ze ons met grote letters duidelijk. Heb je trouwens als een burgemeester ook zien zingen? Bij het Glazen Hoes? Ja, ik heb hem zien zingen, maar gehuurd heb ik hem niet. Ja, maar ik vond het wel schoon, hoor. Allemaal die verschillende stemmen. Ja, hadden wij nou maar bij het Glazen Hoes in Horst ook maar allemaal verschillende stemmen gehad. Ja. Dan had er niet opnieuw over gestemd te weren. Nee, maar die tweede ronde, ja, die ging ook weer niet goed. Hè? Nee. Nee, die ging ook weer niet goed. Toen zouden ze de opbrengst met 5 organisaties deilen. Ja, en dan poetsen ze nog 2 discjockeys te plaat en ja. Dan gaat het nimmer door. Ja, dat gaat nimmer door, hè. Net als de Powerman trouwens, hè? Die gaat ook niet meer door. Tenminste, die gaat wel door, maar oh, ja. Niet in Horst. Nee, dat klopt, maar door voor in de plaats is nou het rondje om het hondje. Dat is een evenement, dat lukt tenminste. Kijk, alleen die naam, ja, die naam, die vind ik wat, ja, wat moet ik toch van zeggen, hè? Het rondje om het hondje, de race om Kees, of dat niet? Ja, maar ja, zo blijf Horst zich toch vernieuwen. De Lange heeft de kasteelboerderij gekocht. Ja, ja. De langgevelboerderij verandert in de lange gevelboerderij. Met een Wild Kingdom voor de deur. Ja, dieren van Jansen werden de dieren van Horst. Ja, de Lange heet echt alles het langst. Ja, de langste discjockeymarathon. Maar hij stukt wals in de nek uit. Tot in Venlo toe. Ja, maar door is ze dan ook lang zat voor de nek, bedoel ik, hè? Nee. Ik bedoel, hij heeft in Venlo de Yellow gekocht. Dat moet door zijn paradepeertje weren. Oh, ja. Dan, ik zie die heren van Horst, de zwaaige broeder van Venlo. Ja, maar nou heb ik eigenlijk weer een beetje een brugsje nodig om weer terug naar Horst te komen. Oké. We hadden het over de kasteelboerderij. Oh ja, kasteelboerderij. Oh ja, met een echt kasteel voor de deur. Waar ridders hebben gewoond. En zoe ook de geridderden zullen bedoelen. Zoals uit Lottem, Karen van der Koelen. En de Leentje naar den Hegelsum, naar Piet Geurs. En Kluskes Mien. En in de ganse gemeente nog een man of 10? Ja, nog Frits Kriemers uit Brokense. En Jacques Jansen uit Voors. En nog Ger van de Klashorst. En Rina Zweert, allebei uit Horst. En nog in Horst heeft het Zijne Majesteit kunnen behagen dat Pieter Litjes en Jan Tiele worden voorgedragen. In Amerika wordt Truus Pauwels stom verbaasd. Net als in Zwolle, Eduard Maas. En dan mogen we Leen Keizers uit de Meldersen niet vergeten.
Evenmin als Hans Derks uit Grubbevoorst in Okne heeft stilgezeten. En ook bij de jeugd hebben we een ridder mogen begroeten. Mm-hmm. Kees zei het al. Het lintje van de jeugd ging dit jaar naar Grubbevoorst, naar Joyce Voeten. En tot slot worden voor de imkervereniging Hoors erkenning. Ze kregen uit Den Haag de koninklijke Ierenpenning. Ja, maar die lange, hè? Ja. Wat die lange zich nou weer op de nek gehold heeft. Die hield zich nog wat verbeelden. Nee, Mark, dat uit Cambrinus. Oh ja. Ja, met café de verbeelding. En café het centrum, hè? Dat is weg. Dat is nou het proeflokaal geworden. Ja, vroeger met scheikunde hadden we ook een proeflokaal. Oh ja, met veel communicerende vaten zeker. Ja, en dan trouwens de oude lint, die is ook weer uit in brand. Oh ja? Kunnen we weer aan tafel? Nee, niet gans, maar het schiet op. En de Italiaan in de schoolstraat? Mamma mia, pasta basta. Gossimijnen. Ja. Gossimijnen met de ijsbaan voor de deur. Oh ja, die ijsbaan. Die stoken zich te barsten om het koud te krijgen. Maar als ik er eens over denk, zou je die nou niet gebruik kunnen maken van de aardwarmte die ze door in Californië en Zeuken zien? Nee, dat geit niet, Mark. Want? Die zien op Zeuk nog warm water en warm water, dat kent ze niet bevrezen. Nee, dat zorgde ook wel met de Neosduik. Ja, dat was meer een beachparty aan de Blue Lagoon. Ja. Maar we hebben een schoncentrum weer, hè? Ja, net als de Meertrik. Die hebben ook weer een schoncentrum. Ja, wat een gedoe, hè? Met een brand, hoor, bij de taco. Ja. Door zoten de mensen van de Meertrik in zakkenas. In Sagas? Nee. Sagas, dat wordt die prachtige voorstelling in de kerk. Ja. Nee, in zak en as. Zo zeggen ze dat. Oh. Overal loog asbest. Ja, maar nou is het weer schoon. De Meertrik ziet er weer op zijn asbest, op zijn pasbest uit. Ja. Het gemeentehuis zoet ook onder het asbest. Er zoet asbest in de daak. Dat kost 435.000 euro om dat te saneren. Hoeveel? Ja. Eens even kijken. Een bon voor het wildplassen tegen het gemeentehuis, dat kost 180 euro. Nou, dus dat is dat saneren met 3.345 wildplassers. Dat is dan wel betaald. Nou, daar heeft de politie het veel te druk voor. Hennepkwekerijen oprollen in Grinsveen, Horst, Hegelsum, Lottum. Dat is pech. Ja, maar de grote verbouwing van het gemeentehuis gaat nog niet door. Het gemeentebestuur wil transparantere werkplekken. Transparantere werkplekken? Wat is dat daar? Glazen bureaus? Maar nee, dat wil je de partijen niet. Transparantie en werk zijn twee termen die niet te combineren zien met ambtenaren. Dat schiet niet. Nou, dus voorlopig blijven er nog 50 ambtenaren in Grubbevoorst werken? Ja, maar het goeie nieuws is, over een tijdje kunnen ze met een trein. Och, die. Ja, Grubbevoorst kreeg een eigen statie. Oh, dan kunnen ze onderweg alvast de stukken doornemen. En het schijnt dat er zelfs een TGV hier rijden. Ja, dat klopt. Maar dan betekent TGV de trein van Grubbevoorst naar Venlo. Ja, maar er wordt wat afgeschutterd in Grubbevoorst. Hoezo, hè? Nou, er is al heel lang een conflict tussen de schutterij en de buren ervan, tot aan de Raad van State toe. Echt hoor? Ja. Maar nou is de kogel door de kerk, hè? De gemeente heeft geliek, maar ze moet op haar neet, dus nog een keer, de geluidsovernast gaan meten bij de buren van Sint-Jan. Ja, maar die Raad van State moeten ze aan haar bulken veulen. Precies. Zo'n geweer maakt over 4 weken toch evenveel herrie als 4 weken geleden. Maar in Hoors is er nog meer geklaagd, hè? Wie stonden ineens in de landelijke top 10 van gemeentes met klachten over vuurwerk? Wie? Hoors? 245 klachten. Waarvan 237 van Iene Menselijn. Ja. Die zou wel een kapotte duizendklapper hebben gehuurd. Ja. En op de Kronenberg klaagt er een boer over het vuurwerk van Toverland. Ja, maar dat snap ik. Dat zal ook wel. Ik bedoel, als dat vuurwerk op het achterwerk van een koeveld, die schrikt zich een rotje, de kriet de zoren meilig van. Ja, en de boer een zorgezicht. In Grinsveen, hij is ook een zorgezicht van de zomer, hè. Door werd de zomer buurm gekapt. Het hele dorpsgezicht werd aangetast.
Maar er waren toch net je buurm gepot. In Grinsveen maken ze van een mug en een olifant. Ja, ze maken van een knoet en een ijsbeer. Mm. Maar nou we het toch over biers te hebben. In Amerika, daar hebben ze voor een kunstwerk dat heet de Camille van de Piel. Oh, en in Zerum hebben ze twee kunstwerken. De levende standbeelden Suzanne en Jikke Ummetum zijn Nederlands kampioen geworden. Ja. En Dominique Janssen die voetbalt met de Oranje Dames op het WK in Canada en wint met Arsenal de Engelse beker. Nou, en dan zeggen ze dat er te weinig nominaties zijn om een sportgala te kunnen organiseren. Nou, en Pepijn Leinders werkt samen met Jurgen Klopp in Liverpool. Nou, het stikt voort van de bekende clubs in het Parkhotel. FC Porto, ja. Genk, Altewoen en Alcor. Ja, tegenwoordig hebben ze er meer Arabieren in hoest dan speciaalbieren. En allemaal die clubs mogen de velden van Wittehorst gebruiken. De velden van Wittehorst zien die naar goed, hè? Mm. Ik meende dat die gans ondertunneld worden door de knieën. Er schijnt pas zelfs, nog een keer, echt hoor, een goal te zien gevallen. En ze willen nou ook de spoorwegovergang bij het station gaan ondertunnelen. Ja, maar dan moet er wel voor B zeggen welk station je bedoelt. In Horserum of station Grubbevoors? Nou, ik bedoel natuurlijk Horserum. Nou, dat heb ik ook gelezen, joh. Het schijnt dat je bij Den Hegelsum al onder de grond gaat en pas bij eigen haard de roet komt. Ja, en die roet van eigen haard heeft de storm niet overleefd. Nee. Een gans eigen invulling van open huis. Maar toch denk ik, Sasje. Ja? Dat een deken wel blij is met een tunnel. Waarom? Nou, dan kan die ondergronds toch vers wat contacten leggen met het cluster Zerum. Ja, maar dat, ik vind het eigenlijk gek. Dus dat zo'n cluster zelfstandig mag blijven. De deken deelt toch de laken zoet? Maar wat mende je hoe de weg met een tunnel gaat heten? Ik denk de 3 miljoen euro weg. Nee, Sascha, dat wordt wat apart zien. Het zal wel weer een Engelse naam weren. De Cheese van Roy Subway. Oeh, of de Dreumel Donkey Tunnel. Dat kan ook. Dan kunnen we zo vanaf de Greenport Bikeway via de Dreumel Donkey Tunnel naar de Route 66 Bikeway naar Amerika toe. Nee, de fietspad, ik kom toch niet. En in elk geval voorluipig niet. De fietspaad van Brokense naar de Meldersen, die is wel kloor. De Scootwater Bikeway. Het Equestrian Center, de Pilberg, is ook kloor. Dat is toch eigenlijk wel zonder hindernissen gerealiseerd. En gezag. Ja? Ja, en de krant, hij het over een hippies Walhalla. In Horst, hè, toen wil Jacques Poels een Walhalla verwezenlijken. Het gasthuis met herberg de troost. Nou, Sascha, met het budget wat er verstiert, zal het wel een school in troost weren. Ja, maar Rauwen Hezen bestong wel 30 jaar. Het slotconcert wordt binnen een paar minuten uitverkocht. Niet normaal. Nee. En de Toddersek, die bestong alweer 11 jaar. Ja, maar die stond niet in het crematorium top 100. Nee, vind het gek, zolang je zingt, hé, blijf ik plekken, gaat het de piep niet uit. Ja, op het Wilhelmineplein en in de Stienstraat blijft het ook plekken. Ja, maar dat woord van de Kauwgum. Oh, maar ja. Dat heeft Anina Ronge, die heeft er een enda gemaakt, hè. De ganse straat is schoon gekrapt. Ja, op het Dendron College nu is de Kauwgum krabben een taakstraf. Het Dendron heeft overigens een heel groot rapport gekregen van RTL, hè. Maar liefst 3/10. Ja, maar dat is geen nieuws van vorig jaar. Dat stond toch vandaag in de krant? Ja, dat hij er eigenlijk in motten stond, ja. Maar Ger wordt het niet alweer verroet, want het stond er niet in. Het is vorig jaar gebeurd. Zoveel hebben die scholen dit jaar nog niet gedaan. Dus nou mag het. Oké. En even het Dendron is een beachvolleybalveld aangelegd. Wat? Een beachvolleybalveld. Een beachvolleybalveld op 250 kilometer van de Zee. Ik vind dat net zoiets geks als een kamiel in de piel. Ja.
Maar dan kan de jeugd wel fijn sporten, net als in de riet. Wanneer je trampoline houdt, Jumping XL. Ja, de gezondheid van de Horsterjeugd gaat met sprongen verroet. En de mogelijkheden om te winkelen in Horst gaan ook met sprongen verroet. Elke laatste zondag van de maand, koopzondag. Alle zondagen de supermarkten open. Zelfs eerste kerstdag kostte dat terecht. Ja, zal het personeel niet leuk hebben gevonden. Nee, die reageerde nogal kribbig. Kerstkribbig. Ja, maar zeg nou zelf, is dat nou echt brood nodig? Ja, in Lottenbouw. Wel. Daar hadden door brood nodig, dan kunnen nog smits onder het motto... Met brood van smits zitten ook op zondag gebakken. En je kunt het zo pakken. Maar met al die nieuwe openingstijden kun je wel punten sparen met het pasje van het centrummanagement. Oh, dat heb ik niet. Ik heb het hallo-pasje. Oh. Hoeveel punten heeft hij al? Oh, dat zal nog niet veel zien. Ik spaar pas. Oh, maar de biep wordt niet gespaard. Die moeten weer verhoezen. Ja, en daarbij wordt de portemonnee van de burger ook niet gespaard, hè? Weet je wat dat kost? Nee. 1,2 miljoen. Pff, toch is alles bijeentels wat die biep de laatste jaren gekost heeft. Och, mech, kost ik een boek over schrijven. Nee, doe dat maar niet. Schrijf maar een boek over Horst. Zodat de mensen volgend jaar met de Horsterquiz alles makkelijk op kunnen zoeken. Oh, dat is wel handig, joh. Maar er zorgt er wel biestig lastige vragen tussen, hè. Noem maar even een voorbeeld, hè. Kijk, als ik nou zeg... Dat wij allebei liggen. Ja? En ik zeg tegen jou dat jij ligt. En jij zegt tegen mij dat ik de waarheid spreek. Wie van ons spreekt er dan de waarheid en hij nee in die schoog mogen staan? Mark, dit moest de politiek in gewoon. Ja, die is net zo ondoorzichtig. Nee. Niet lang meer. De declaraties van de burgemeester en de wethouders weren voort openbaar. Oh, dus als de burgemeester dadelijk naar gekke mondag hier in Grubbevoors, moet hij dan voor elk pilsje een buntje vragen? Nee, dat hoeft niet. Door mij wordt niet gesjoemeld. Hoezo nee? Nou, bij sjoemel geven ze meer uit, hè, dan geeft ze meer op als dat ze gehad heeft. Maar kels zeggen altijd dat ze er minder hebben gehad. Ja, stop maar. Stop maar weer, de boodschap is duidelijk. En weet je wie er ook stopt? Raymond Knops, die schijt roer als voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Nou, oh, en nou? Ja, nu gaat hij wat hoogs doen bij de NAVO. Wat wordt een dakdekker in Brussel? Nee, maar wel een topfunctie. Trouwens, we hebben veel toppers op bezoek gehad afgelopen jaar. Theo Bovens is geweest en staatssecretaris Van Dam, naar de Meldersen. En premier Rutte op de Negelsom. En Guus Hiddink, die horen de Mietrik, heb je niet gezegd? Ja, en Guus zag dat Amerika en de Mietrik op voetbalgebied meer samen moesten gaan werken. Oh ja, samen in een sportcomplex? Ja. Amerietrik. Maar dat jij niet. Want als die twee tegen een speulen, weer telt dan voor de toeswedstrijd? Nu, ik denk voor de scheidsrechter. Maar op de Meldersen is de voetbalclub ook gefuseerd, hè, met de Merels. En in Tienderen, op het oude voetbalveld, werden er woningen gebouwd voor arbeidsmigranten. En door is niet tegen geprotesteerd? Jawel, maar die mensen zijn buitenspel gezet. Wie er niet buitenspel stond, wordt de winnaar van een ondernemersprijs. Vullings, metaalbewerking en systemen. De harmonie van Horst, 90,5 punten in Remunt. Maar ja, een week tot nu voor Amerika... 1 punt meer gegund. HZPC wil geer een 50 meter bad. Zeker nog de kleine zeemeermin die ze met de Tovery Kids hebben gehad. En zo is er nog zoveel te doen en te zeggen, maar dat hoeven wij ook niet u te leggen. Scholen die het klooster in gaan. En met de wereldwinkel is het ook gedaan. In Zwolle en de Meldersse, nimmer pinnen. De muziekkantine in het gasthuis is binnen. Maar dat stelt toch allemaal niks voor in een wereld vol vluchtelingen en terreur? Want kijk, 's morgens maar eens in de krant. Bijna overal op de wereld is er wat aan de hand. En we kunnen niet zeggen, door stoppen we boeten. We mogen daarvoor de ogen niet sluiten. Want dat is het linken. Een doorschuldend gevaar. Maar ondanks dat wensen wij, o allemaal, een zalig nieuwjaar. Of wat er nog van over is. Ja, dat is waar. Oké.